Royal Haskoning DHV produced the first digital interactive environmental impact statement. With the digital impact statement, we want to promote interaction between government and citizens, accelerate decision-making, and enhance mutual understanding. With the digital impact statement, numerous text documents are replaced by interactive visuals, making reporting more transparent, concise, and accessible. Environmental impact assessment is a valuable tool for decision making, yet it has a bad image because of its lengthy processes and because it produces thick reports that very few people actually will read. By working with images and by making it interactive, it is much more interesting and fun to go through the information. The introduction of digital interactive impact statements is a development in line with demands from society, and it will be followed by many further developments. Transparantie is eigenlijk het meest belangrijke in de milieueffectrapportage. Nou, voor de initiatiefnemer te zeggen wat hij wil. En voor de burgers eromheen om te bepalen van welk effect heeft dat nou op mij. En voor de gemeenteraad weer om te bepalen van joh, hoe gaan we alle belangen die rondom zo'n project spelen meenemen. En als je dan uiteindelijk het meer hebt en als je dat heel mooi compact en visueel in hebt gekleerd, dan kunnen mensen ook heel snel hun eigen standpunt bepalen en dan de informatie uit het merk daarvoor gebruiken. Wat je ziet is dat in de loop der jaren die rapporten eigenlijk steeds dikker en dikker zijn geworden. Met vele bijlagen en daardoor lastig te lezen, niet alleen voor ons als commissie, als wij die rapporten toetsen, maar ook voor het bevoegd gezag om ja, te kijken wat ze daar nou mee moeten doen. Als Rijkswaterstaat zijn we continu op zoek naar vernieuwing, innovatie en ook het betrekken van de burger bij al het werk wat we doen. Dit is eigenlijk een investering van zowel RADFV als Rijkswaterstaat in een stuk ontwikkeling van de digitale MER. Vandaar ook dat we graag naar dat interactieve toe willen. Meer visuals, heldere overzichten, tabellen, plaatjes, linkjes, dat soort dingen. Dan kun je zien dat burgers meer betrokken raken, er ook in dat interactieve proces, misschien ook in het ontwerpstadium al, er een proces op gang kan komen waar mensen een toegevoegde waarde zullen vinden van een milieueffectrapport en van milieueffectrapportage, meer dan dat nu het geval is. De eerste keer dat ik het digitale MER zag, echt werkend op een laptop, was ik echt onder de indruk. Je ziet gewoon veel meer visueel waar het project over gaat. En je kunt heel gericht doorklikken naar onderliggende informatie. Dus je hoeft niet lang te bladeren in een boek, maar je kunt heel gericht je informatie vinden. Ik ben blij dat er nu eigenlijk die stap gemaakt wordt. Eigenlijk hikken we er misschien al een paar jaar tegenaan, maar komen we er eigenlijk niet aan toe. We gaan het vanaf nu doen, wat mij betreft. Ik verwacht eerlijk gezegd dat verdere digitalisering zal plaatsvinden. En ik verwacht op termijn dat analoge rapporten helemaal uitgefaseerd raken. Volgens mij is de uitdaging nu om te zorgen dat het ook een keer toegepast wordt vanaf het begin van een project. Ja, en dan daag ik ook vooral de marktpartijen uit om het gewoon te gaan toepassen. It's all about collaboration. We never can do this on our own. Nor can the clients do that or the stakeholders. So it's always collaboration. And therefore we need to really understand each other and make sure that what we innovate is suitable for our clients and for the stakeholders. Most important of that is the interaction that we see and that we also can support or even arrange by having this digital impact statement. And therefore is the collaboration again for those parties is crucial.